Henriette Zandvoort. Ik werk bij de LFB. En ik ben betrokken geraakt bij dit onderzoek. Ik heb een heel vooronderzoek moeten doen met mensen uit Transo. Wat was jouw taak in het onderzoek? Jouw belangrijkste taak? In dit onderzoek mijn belangrijkste taak. Ik ben als co-onderzoeker heb ik niet één taak eigenlijk. Er zijn gewoon meerdere taken. Ik ben bij alle fases van dit hele onderzoek betrokken. Vanaf de kennismaking met de 6 projecten tot het trainen van de 6 projecten. En ja, wat er verder nog gaat komen, dat is natuurlijk allemaal afwachten. Ik werk gelijkwaardig samen met Sophie. En je hebt zelf een visuele beperking. Ja. En dan ga je met tekeningen bezighouden. Dat vind ik wel interessant. Ja, dat snap ik wel, ja. Nou, dat is gekomen doordat ik dus bij dit hele project betrokken ben. Ik heb met Sophie meegedaan aan een tekenlabo bij het Kennisplein in Ede. Zij was ervan overtuigd dat het maken van een tekening, dat je die methode ook kan gebruiken als onderzoeksmethode. En wij hebben dat getest op de tekenlabel, zeg maar. Er kwamen heel veel mensen die moesten aan een soort van rad draaien. En daar kwam een onderwerp uit en dan moesten ze over tekenen. Sophie heeft aan mij gevraagd van, goh, zou je willen interviewen? Zou je mensen willen interviewen over de tekeningen die ze hebben gemaakt? En zodoende ben ik bij de tekenlabel betrokken geweest. Niet dat ik zelf moest gaan tekenen, maar wel dat ik mensen moest bevragen over de tekeningen die zij gemaakt hebben. En waarom en hoe en wat. Om erachter te komen, om tot meer informatie te komen. Was het dan misschien een voordeel dat je de tekening niet goed kon zien? Het kan als een voordeel werken, omdat ja, een tekening zegt niet alles over wat een persoon daadwerkelijk wil of voelt. Ik heb me meer bezig gehouden met ja, niet met het visuele gedeelte, want ik ben niet zo visueel ingesteld. Sophie is dat wel, maar ik ben dan minder. Maar ik ben er toch in betrokken geweest. Maar dan op een andere manier, zeg maar. Jullie zijn 3 dagen hier in het bos geweest, zou ik zeggen. Ja. Is er uitgekomen wat je verwacht had, of is er eigenlijk iets anders uitgekomen? Nou, ik ging hier eigenlijk naartoe met heel weinig verwachting. Ik had zoiets van, ik laat het op me afkomen en ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik vind wel dat wij een heel mooi iets op gang hebben gebracht. Waar we hopelijk mee verder kunnen. En er is toch een hele mooie conclusie uitgerold dat... Het verhaal van een persoon, zeg maar. Daar bedoelen we dus mee dat het niet alleen gaat om de tekening, maar ook de maker van de tekening. En die is ook nodig. Je hebt beide nodig. Maar de uiteindelijke conclusie is dat het verhaal van de persoon niet per se in die tekening zit, maar in de dingen eromheen, zeg maar. Het gaat erom of de persoon zich bijvoorbeeld veilig voelt in een omgeving en met welke mensen de persoon aanwezig is. Dus het vertrouwen wat je iemand geeft, dat maakt waardoor iemand in staat is om meer over zichzelf te kunnen vertellen. Het is natuurlijk ook wel een cadeautje wat Sophie ons gegeven heeft. Ja. We gaan nu een cadeautje teruggeven. Wat zou je Sophie willen meegeven? Dat ik het als een waardevolle samenwerking ervaar om dit zo met haar te doen, zeg maar. En dat ik het gevoel heb, ondanks dat ik zelf niet zo visueel ben ingesteld, zeg maar, dat ik toch een bijdrage heb kunnen leveren aan het tekenlabo en ook aan deze 3-daagse.